Hoi, ik ga nu naar de huisarts. Kijken wat de beste man voor mij kan betekenen. Ik ben een beetje vroeg. Ik heb nog 5 minuten. Ik dacht nog 10 minuten. Ja, ik ga naar binnen. We zien het wel. Oh, ik leg zo even uit waarom ik zo doe. Leg ik zo wel even uit. Want ik moet nu toch echt naar binnen, dus kan ik straks even uitleggen. Hey, hoi. Hey. Opeens zijn we veel verder op de dag. Ik heb de hele dag, vlogjes bewerkt van vorige week. Want daar was ik niet naartoe gekomen. Want, ik heb het al eerder gezegd in een vlog. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwe mensen en misschien heb ik het helemaal niet... Ik ga even zitten. Kijk, ik zit op een boomstronk. Er ligt hier gewoon een boom zo omgevallen. Ga ik gewoon op zitten. Ja. Anyway, ik ben lekker aan het lopen weer. Lekker na het eten, lekker lopen. Lekker veel lopen. Nou ja, veel. Ik probeer steeds meer te lopen. Anyways, ik heb last van PMS, maar dan een erge versie. PDM, ik weet niet precies hoe het moet. Ik weet het niet meer. Ik vergeet het altijd. En dan heb ik het dus niet over de buikpijn en zo, maar dan heb ik het over de depressieve klachten. Dit heb ik al ongeveer vanaf mijn 14e, dus dat heb ik al echt mijn halve leven. En het wordt soort van steeds erger. Vooral omdat het nu begint op te vallen, omdat ik toch wat shit heb meegemaakt de laatste jaren. En dan ben je natuurlijk al down en dan ben je al verdrietig en dan ben je al, weet je wel? En het begon de laatste jaren wel op te vallen van, goh, 2 weken van de maand voel ik me heel slecht. En de andere 2 weken voel ik me heel goed. Maar het is echt rond de menstruatie. Ik heb zelfs dat als ik ongesteld word, dat het dan gelijk weg is. Dat het gelijk alsof mijn wolk weggaat en dat ik me dan beter voel. Anyways, daar heb ik dus al jaren last van. En het begint nu meer op te vallen omdat het nu eigenlijk gewoon goed gaat. Dus, waarom voel ik me nog zo slecht? Het is gewoon echt, echt iets lichamelijks. Iets in mijn hersenen, iets... Kijk, ik denk dat het dus PMS is, maar ook waarschijnlijk, want dat heeft er dan ook vaak juist mee te maken. Dat is dat mijn hersenen gewoon niet echt de serotine, de dingen niet goed werken. Want ja, hè? Het begint gewoon op te vallen dat het gewoon random is. Nou ja, niet random, het is dus echt 2 weken van de maand. Het is wel duidelijk meetbaar en zo. En linkable to the menstruation. Ik ben dus naar de huisarts gegaan om een afspraak te maken. Om dit te laten uitzoeken en om gewoon hulp te krijgen. Want ik ben er gewoon klaar mee. Ik heb al jaren iets tegen hulp gehad. Want ik heb, weet je wel, als je niet weet wat er met je is, maar je weet dat er iets is, dan ga je van alles denken. Van past dit bij me, past dat bij me. Dan zoek je op Google en praat je met mensen die ook dingen hebben. En denk je, ja, zou kunnen. Maar nee, voelt toch niet goed. Weet je wat het is? Als het slecht gaat, echt slecht gaat, hè, voor een langere tijd, dan kan je daar dus in blijven hangen. En zo comfortabel mogelijk. Snap je? Terwijl je misschien eigenlijk dromen hebt en doelen die hoger zijn dan dat je op dit moment aan kan. Maar dan maak je dus gewoon op dat moment gewoon zo comfortabel mogelijk en studeer je maar door. Dat heb ik nooit gewild, maar het is wel gebeurd. En dat wil ik niet meer. En zeker nu ik hier met YouTube mee bezig ben. Ik wil dit blijven doen en ik wil gewoon mijn doelen behalen. En ik wil gewoon lol hebben en ik wil uiteindelijk hele leuke vlogs maken. En gewoon leuke dingen doen voor mezelf. Ik wil gewoon... het leven ervaren, maar ik wil ook dat met jullie delen en leuke vlogs maken. Dus dit is echt iets belangrijks voor me. Dus ik merk gewoon heel erg van je kan zo lekker doorgaan sudderen, wat ik dus ook heel lang heb gedaan. En dat is niet erg, bedoel ik, want je kan gewoon niet anders soms, weet je wel. Maar als je dan echt zo'n doel hebt, wat ik nog nooit eerder op deze manier heb gehad, hoe stom dat ook mag klinken, want voor jezelf zou je het eigenlijk al moeten doen, snap je? Maar dat je dan zo'n doel hebt en dat wil je, daar wil je gewoon voor blijven vechten. Dat wil je niet opgeven. Je komt gewoon een keer op een punt sowieso, denk ik, in je leven. Als je heel lang met iets zit, dat je er klaar mee bent. Je bent er klaar mee. Het zit tot hier. Het is klaar. Het is gewoon klaar. Let's fix this shit. En het is misschien gek dat je dat allemaal wat deelt en zo. Weet je wat het is, jongens? Ik ben het project toch gestart om iets te bereiken. Weet je wel, om de bijstand uit te kunnen. Financieel sowieso. Gewoon een leuk zakcentje te verdienen. Hopelijk wat meer. Dat is gewoon zo. En daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar ook juist om hieruit te komen. Om dingen te doen wat ik normaal laat liggen. Omdat ik comfortabel wil zijn. Ik wil leuke dingen gaan doen. Ik wil nieuwe mensen ontmoeten. Snap je? Dat wil ik allemaal doen. Ja, dit is een heel proces dit jaar. Wat ik met jullie aan het delen ben. Ja, dat taboe vooral op psychische problemen. We moeten weer vanaf. Oh ja, ik zou nog uitleggen waarom ik... dacht dat de huisarts misschien moeilijk zou doen of wat dan ook. Ik ben dus in december heb ik bijstand aangevraagd en ben ik in de bijstand gekomen. En toen dacht ik in januari gelijk, er is een nieuwe start. Nu ga ik ook gelijk psychische hulp zoeken om mijn shit op te lossen. Dus ik naar de huisarts toen, van ik wil nu, ik ben er klaar mee, weet je wel, ik wil nu gewoon hulp.
En toen zei hij van, maar er is dus nog niks officieels met je. Er is nog niks gediagnosticeerd. Dus ik kan je niet doorverwijzen, want dat is dus nieuw in Nederland. Dat je dan nog geen hulp kan krijgen. Dan moet je eerst met een persoon die dan bij de huisarts werkt. Een soort psycholoog die daar werkt. Dan moet je eerst met die persoon in gesprek gaan. En dan kijken of het kortdurig is of zo. Of dat je alleen maar een paar gesprekken met die persoon nodig hebt. Of dat ze die dan dus echt kan doorverwijzen naar een psychiater, psycholoog. Gewoon naar langdurigere hulp of andere hulp. Maar dat was er nog niet. Hoe verzin je het? Even serieus. In januari dus was er wel de nieuwe regels. Ik mocht nog niet gelijk doorverwezen worden. Maar ze hadden nog niet een nieuwe persoon ingewerkt of wat dan ook. Dus zoek het maar uit was het toen. Zoek het maar uit. En gelukkig had ik toen nog zoiets van, hè. Want toen ging het wel. Toen dacht ik, nou, dan wacht ik nog even en het gaat wel. En ja, en hij zei dat het dus in deze zomer zou gebeuren. Dat hij de nieuwe persoon zou zijn. En gelukkig, ja, het klinkt heel gek. Gelukkig heb ik nu dus dat het tot hier zit en dat ik er klaar mee ben. Want nu is die persoon er dus wel. En daar heb ik morgen een gesprek mee. Morgen gelijk. Dat is wel fijn dat de huisarts dat gelijk geregeld heeft. En dan zien we wel verder. Dus morgen ga ik weer naar de huisarts. Dan heb ik een gesprek van 50 minuten met die vrouw. Ik ben heel benieuwd. Dus een doel hebben, een echt doel, een echte droom. Wat we dus vaak doen, als het niet goed met ons gaat, dan stellen we dat uit. Want het gaat nu niet goed met ons. Mijn tip is gewoon, begin ermee. Begin er gewoon mee. En dan loop je waarschijnlijk vanzelf wel tegen die muur. En dan zit het je tot hier. En dan ga je hulp zoeken. Want dan heb je iets wat je al begonnen bent. En dat wil je gewoon zo graag. Snap je me? Dus, stel dingen niet uit en doe het gewoon. En bereid je voor dat het slecht zal gaan. Dat je je slecht zal voelen. En dat je denkt, ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Wat moet ik doen? Ik trek het niet meer. En dan loop je dus tegen de muur en dan moet je hulp gaan zoeken. Oké, nou is het genoeg geweest. Ik denk dat iedereen mij ook hoort nu. Want er zitten allemaal huizen daar en ik zit toch best hard te praten. Nou, dan weet iedereen mijn levensverhaal en waar ik mee zit. Dat zeg ik terwijl ik het openbaar op het internet zet. Weet je hoe gek dat eigenlijk voelt? Ik zou het dus niet zomaar op de straat gaan roepen wat er mis met me is. Nou, eigenlijk zou het eigenlijk aan mijn reet kunnen roosten eigenlijk. I don't give a shit. Weet je wel? Maar aan de andere kant, wel gewoon openbaar op internet zetten. Weet je wat het is? Oké, deze vlog gaat maar lang worden, want ik ga gewoon doorpraten. Ik was met een collega aan het praten over dat ik dit aan het doen ben. Nou, dat was een iets oudere vrouw. Niet oud hoor, maar gewoon niet 10, 20, 30 in die jaren. Ik denk eind 40, weet ik niet zeker. Zij kon er gewoon niet bij. Zij kon er gewoon niet bij dat er mensen zijn die dus elke dag willen kijken naar het leven van iemand anders. Kon ze gewoon niet bij. En ik denk natuurlijk niet dat andere 30ers of 20ers dat wel. Sommigen vinden dat nog steeds, nee, natuurlijk. Maar die kunnen zich dat misschien nog wel inbeelden. Maar zij kon daar niet bij. En dan probeerde ik haar dus uit te leggen het is niet alleen maar oppervlakkig. Je deelt wat met mensen. Ik deel wat met jullie en jullie delen wat met mij. Je praat ook in de comments met elkaar. En zeker mensen die dus vaak reacties achterlaten, die begin ik natuurlijk te herkennen. En dan leer je elkaar gewoon kennen. En dat is gewoon heel leuk. En je hebt er beide wat aan. En ik hoef het jullie niet uit te leggen, want jullie weten zelf hoe het is. De mensen die het leuk vinden om mij te volgen. En andere vloggers. Het is gewoon dat hele internet gebeuren. Is zo gek toch eigenlijk? Zo gek. Dat je dus naar iemand gaat kijken die je eigenlijk niet kent. En dan elke dag. Nou, dan leer je elkaar toch kennen. Ja, er zullen mensen zijn die dan zeggen van, ja, maar je kent elkaar dus helemaal niet. Ja, maar jawel. Want ik deel toch heel veel en jullie ook. Want wat is nou een echte vriendschap? Wat is de, niet dat dit echt een vervanging is van vriendschap. Want vriendschap is natuurlijk wel echt één op één contact en zo. Het is gewoon anders. Het is een ander soort vriendschap. Weet je wel, je hebt kennissen, je hebt mensen die je af en toe ziet. Je hebt mensen die je wat vaker ziet. Dan heb je goede vrienden, dan heb je je beste vriend, weet je wel. Waar je gewoon alles mee kan delen. En dit is ook een nieuw soort vriendschap op het internet. Toch? Dat is gewoon zo. Wat ik dus wil zeggen, is ik ben dus heel open over mijn shit. Gewoon openbaar op het internet. En dat kan dus, ja, dat kan je heel vreemd vinden. Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar alleen maar mensen die mij interessant vinden, die mij leuk vinden, die zullen dat zien. En natuurlijk zullen ook andere mensen dat zien. En die denken dan, waar heeft het wijf het over? Skip, doei. Nou, prima. Weet je wel, daar merk ik toch niks van. En die mensen hoef ik toch nooit te zien. En het kan me echt aan mijn reet roesten. Snap je? Het kan me dus verder aan mijn reet roesten. Want ja, verder ben ik heel erg zo van, we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal shit. En iedereen maakt wat mee. Iedereen, er is niemand die helemaal gelukkig door het leven gaat. Dat kan niet. As in dat je nooit slechte dingen meemaakt. En daar schaam ik me gewoon niet voor. En we moeten gewoon lekker open over zijn. Nou, dat moet ik natuurlijk niet, maar dat moet kunnen. Want we hoeven niet bang te zijn dat iemand
het gek zal vinden. Nou ja, ik niet, want het kan me namelijk geen reet schelen als iemand het wel gek vindt. Dus, deze vlog wordt heel erg lang en ik zit alleen maar heen en weer te lopen. Ja. Hey, dit was hem jongens. Bedankt voor het luisteren naar mijn rant. Tot morgen, doei doei.